Een arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. Jong of wat ouder, met en zonder beperking. Dat is het uitgangspunt van de participatiewet die vanaf 2015 geldt. De gemeente Horst aan de Maas kan zich goed vinden in deze uitgangspunten. En timmert hard aan de weg om mensen met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt aan een zinvolle baan te helpen. Maar dat kunnen we alleen als lokale ondernemers hun nek durven uitsteken. De hands-on mentaliteit, dat is de instelling die we zoeken. Daarmee willen we samenwerken. Samenwerken betekent ook dat ondernemers gebruik kunnen maken van de ondersteuningsmogelijkheden van de gemeente. We denken mee en geven informatie en advies over werving en scholing. Bijvoorbeeld, hoe kun je mensen met een beperking geschikt maken voor een bepaalde functie? We boeken inmiddels resultaten met een aantal uiteenlopende projecten. Dit richt zich zowel op de bouw- en groensector als op young professionals die net van school zijn. Ik ben erg blij dat ik weer aan het werk kan. Ik heb het idee dat ik goed voorbereid ben. Ik kan niet wachten tot ik eindelijk mijn ervaring en kennis weer kan inzetten voor een nieuwe uitdaging. Ik heb er zin in. Social Return is een uitdaging waar wij als bedrijf zeker niet voor weg willen lopen. We zijn dan ook erg tevreden met de gemotiveerde medewerkers op de projecten. En we vinden het positief dat de gemeente hier een actieve rol in speelt en inspeelt op onze wensen. Gemeente en ondernemers hebben een gezamenlijke uitdaging om zoveel mogelijk mensen aan het werk te hebben, ook in Horst aan de Maas. En als gemeente kunnen we natuurlijk het voorbeeld geven om bij de overheid banen te creëren. Maar we kunnen helemaal niks als niet de ruim 2000 ondernemers van Horst aan de Maas hun steentje daarin bijdragen. En we hebben al fantastische voorbeelden in de bouw en in de land- en tuinbouw. We hebben zoveel meer sectoren. Dus wij vragen echt aan de ondernemers, help ons, want we kunnen het als gemeente niet alleen. En samen kunnen we fantastische resultaten boeken.